Oké, guys. Leg los. Alright. Het is een beginserie, dus we gaan niet tot in terug detail met legbox en dierloops, dus we laten het even inzetten. Maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen comfortabel wordt met een aanval op de benen. Dus je moet niet de band hebben voor de benen te gaan. Als het goed is, heb je goede trainingspartners die jou heel hard en geen gekke dingen met je doen. Dus en niet te bang om daarin te engageren en ga vooral niet de spassies geven. Behandel het gewoon als een positie zoals alle anderen. Oké. We beginnen met de strip leglock. Eerste leglock zullen we waarschijnlijk gaan leren. Ook even van de leglocks die het verder zijn gepast. Oké? Goed. Eerst wat ik wil is controle over mijn benen. Dus mijn ene been en ik ga met mijn twee benen om dat ene been van hem. Zo kun je er rijden aan denken. Ja? Dus als ik met twee benen om zijn been heen zit, daar kunnen we controle over. Goed. Dit voetje, wat aan de binnenkant tussen zijn benen zit, dan neem ik haar naar de achterkant van zijn andere been. Ja? Dus niet hier ergens, hier zo. Vanuit hier kun je de knie naar binnen leggen, de andere voet op zijn heup leggen, niet te voorbij, dan ben je een BG, ik wil met de knie bij je trainen, niet te bij griepen. Vanuit hier knieën en enkel bij elkaar, we doen eigenlijk een soort fietsende motie, dus met ons een beetje schokken, met ons een trekken, een beetje daar. En met die kan ik mijn heup wat van de mat laten komen, en hier hebben we een goede controle doen. Als jij nou weg wil, ja, dan gaan we echt daarvoor eens omhoog aan spreken. Dat is het. Goed, vanuit hier, om de schil enkel op te maken, ik zo min mogelijk ruimte weggeven, dus ik ga mijn heup even omhoog brengen en hier een arm boven. Als je op deze positie zat, prima, niks mis mee. Ik ben altijd aan het focussen, ik voel me even op het houden van die knie. Ja, dat vind ik belangrijk, dat je hier aan zijn yoga trekt. Oké, nu, ik wil mijn onderarm zoveel mogelijk in de richting van zijn hak. Dus we EBA de kort in van achter, dan schuif ik de onderarm richting zijn hak, tot we bijna wat in aanzetten. Dan schuif je terug, zodat je weer pressje hebt in je eerdwang. Je knijpt de knieën weer samen. Oké? Goed. Nu komt het terug. Heel veel mensen gaan hier ergens op trekken. Ik zeg niet dat je daar niemand mee kan trekken, want dat gaat zeker wel lukken. Dus dat je hier op gaat trekken. Goed. Mike heeft geen stalen benen, dus die gaat hier op trekken. Maar als we in de wedstrijd zitten en een adrenaline, je hebt misschien iemand die ook nog eens flink gespierde poot heeft, die zijn poot makkelijk stijf kan houden, zijn voet stijf hier zo, dan kan het wat moeilijk zijn om hier tijd te geven. Ja? Dus we gaan even een aantal details doorlopen en ervoor zorgen dat dit ongeveer al goed is. Ja? Goed. Eerst wat we doen is grip krijgen. Dus mijn hand pak mijn eigen hand en trek hem nog een stukje door. Hier zo. Of er meer op brengen, zolang ik de brug van mijn hand kan pakken. Ik vind het fijn om voor die high elbow grip te gaan. Je kunt ook beneden duwen, zolang ik die pols maar naar boven kan trekken. Dat is het belangrijkste. Dan ga ik mijn duim opsteken. Let op die gezichtsuitdrukking van Mike, ik zit daar. Let op die gezichtsuitdrukking van Mike, wat er gebeurt als mijn duim draait. Daar. Ja? Goed, dat is het idee. Ja, ik ga het nou even loslaten. Ik vind het niet heel fijn. Dat is het idee. Dus we willen draaien. Hier. Stukje duim. Ja? Dat is een kleine detail en dat zorgt ervoor dat er gelijk een soort van reactie in je tegenstander komt. Een soort scherpe deel van je onderarm in die. Vanuit hier, adem we diep in, zet alles op spanning en dan komt het terug. Mijn elleboog verdwijnt onder mijn lichaam. Dus ik ga niet hier naar voren leunen, ik ga ook hier niet naar achter leunen. Mijn elleboog verdwijnt onder mijn lichaam, dus we maken een soort hoek. Het zorgt ervoor dat zelfs als hij zijn poot gestrekt heeft, kijk je voet, hier, zorgt ervoor dat we zelfs als hij zijn poot gestrekt heeft, dat we een buiging kunnen krijgen. Mijn elleboog verdwijnt onder mijn buik, mijn onderrug, vanuit hier. Dus kom ik bijna helemaal plat op mijn buik naar de grond liggen. Blijf in de knieën kijken. En nu ga ik rustig achterover kijken. En daar gaan we het uit krijgen. Ja? Ja? Dus wat er gebeurt, dat ik zelfs als hij zijn poot stijf houdt, totdat wij naar binnen draaien, doet die knie een beetje dit. Ja? En vervolgens komt hij ons volledig gewichtig achter op die tenen te liggen. En kunnen we die poot naar achteren trekken. Ja? Het is belangrijk, als je dat niet doet, dan kan je ook zijn voet stijf houden. Zeker als iemand met sterke benen en wat meer verlies op zich, maar dan kan het nog wel eens heel erg tricky worden om daar de tijd te krijgen. Oké? Okay? Veel geduld. We gaan even terug naar onze submission. Dus, knie en enkel bij elkaar. Squeeze, zorg dat je de positie eerst goed hebt. Ruimte maken met je heup. Hop, om dat beentje te pakken. Dit is een skill, met het graven, wat je straks ook nog nodig gaat hebben in de heelhoeks. Ja? Vanuit hier, glijden. Naar voren, zorg dat je er strak zit. Ja? Zorg dat je onderarm hier achter komt, daar, en zorg dat je er straks zit. Yes? Vanuit hier, graven, hand pakken en klem zetten. Ga je duim naar boven, zorg
dat voor je tegenstander een klein beetje reageert, dus meestal wel. Dan ademen we diep in. En vaak komt hier al eigen stemmetje, dus doe voorzichtig als je met iemand aan het trainen bent. Elleboog verdwijnt onder je lichaam. Yes?